De mannen van Vandaag en Site zijn nu anderhalve week van de buis. Na een mediarel van 48 uur over het kaarsverhaal van Johan Derksen is er een abrupt einde gekomen aan de succesvolste dagelijkse talkshow van Nederland. Het leek er even op dat VI en Talpa definitief gebroken waren, maar daar lijkt nu toch geen sprake van. Hoewel René van der Gijp heeft geroepen dat Talpa hun contracten één dag na de laatste uitzending van VI heeft verscheurd en hij helemaal klaar is met Talpa Bobo Paul Reumer, lijken beide partijen toch weer in gesprek. Johan Derksen laat vandaag aan de Telegraaf weten dat de heren en Talpa weer on speaking terms zijn. Ik heb hem echt al weken proberen te bellen. Hij hield rust en dat hoorden we ook steeds, maar deze ochtend kreeg ik hem eindelijk te pakken, vertelt verslaggever Jordi Versteegde. Wat zei Johan? Hij nam zijn telefoon op tijdens het uitlaten van zijn hond en ik vroeg hem gewoon eens, Johan, hoe gaat het nou eigenlijk met je? Toen zei hij, Jo, ik heb helemaal geen zin in dit gesprek. Nu even niet. Zo begint hij dan. Maar goed, hij was een lange wandeling aan het maken volgens mij, want we hadden een prima gesprek. Johan had groot nieuws. Het belangrijkste wat eruit naar voren gekomen is, is dat hij gezegd heeft dat ze afgelopen zondag met z'n drieën op kantoor bij John de Mol een gesprek hebben gehad over de toekomst van Vandaag en Site. Het ziet er volgens Jordi hoopvol uit. Ik vroeg ook aan Johan, is dit dan een opening voor de toekomst? Nou, hij wilde daar niet heel veel over zeggen, maar ik kon aan zijn stem horen dat daar toch wel het een en ander besproken is wat goed gaat uitpakken. Johan hoort ook gewoon op de buis, vindt Jordi. Ik zei ook tegen hem, volgens mij ben jij gewoon hartstikke mediageil. Toen moest hij een beetje lachen geloof ik. Hij vindt het gewoon fantastisch en hij laat ook zien hoe je tv moet maken. Wat mij betreft, hè? Gewoon dat echte. Aanvankelijk zei Johan nog dat er op de Nederlandse tv geen ruimte meer voor hem is. Volgens mij komt hij daar nu wel op terug. Hij zegt ook, ik merk nu pas hoe we in de markt liggen. De afgelopen weken zijn we echt door diverse zenders gebeld of we naar hen toe willen komen. Dat is wel goed voor je ego. Stapt hij over naar Amazon Prime, zoals gesuggereerd wordt? Hij ontkent dat die gebeld hebben of dat ze daarmee in gesprek zijn. Het waren wat andere zenders, maar hij vond het wat lullig voor die zenders om dan te vertellen wie het waren. Misschien bij RTL bijvoorbeeld weer. Al met al lijkt het contract met Talpa toch niet ontbonden te zijn. Het is nog niet bevestigd dat zij daadwerkelijk vertrokken zijn bij Talpa, dus er is gewoon nog ruimte. Thank you.